Hallo lieve kreeft, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 17, 24 tot en met 30 april. Het is een algemene reading. Haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve kreeft, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Oh, het hoofdthema voor deze week. Ja, ik heb het gevoel dat een aantal van jullie misschien echt op vakantie gaan of gaan verhuizen. Maar veel van jullie maken nu een innerlijke reis door. En daardoor zie ik vooral dat je soms even jezelf aan mag kijken en mag bedenken, goh, welke stappen heb ik eerder niet genomen? Welke stappen mag ik dan nu wel gaan nemen? En het voelt ook alsof je wat meer de natuur in mag gaan om eigenlijk toch nog wat meer de rust te vinden in jezelf. Je bent namelijk nog steeds aan het helen. We gaan eens even verder kijken, lieve kreeft, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de kreeft deze week verwachten? Ja, het is belangrijk om te kijken wat voor wensen je uitspreekt. Want vaak wanneer we hem negatief beladen, komt dat ook sneller op ons pad. En ik zie vooral dat het belangrijk is om praktisch te zijn en te realiseren waar je om wenst. Daarnaast komt er meer inspiratie naar je toe. Waardoor je eigenlijk weer wat meer tot bloei komt. Nieuwe ideeën op kan doen, waardoor je eigenlijk ook weer verder kan komen. En verder zie ik ook dat ja, je echt wel weer vooruitgang boekt. Je hebt weer even stilgestaan en je gaat nu beetje bij beetje weer vooruit. Maar wel met andere ideeën en andere interesses. Want het is toch wel weer dat je tot bepaalde beslissingen bent gekomen. En dat je het nu toch weer anders wilt gaan doen. We gaan eens even kijken, lieve kreeft, naar een mooie boodschap voor jou voor deze week. Ja, ga echt de natuur in. Want er zijn tekens voor jou op je pad om te kijken, hey, hier kan ik wat mee. Of ik had hier eerder naar moeten luisteren. Dus stel jezelf vooral open en laat het over je heen komen. Lieve kreeft, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Daarnaast begint 16 september de mediumschapsopleiding. Dus daar kan je nog voor opgeven. En ik heb groot nieuws, want mijn praktijk gaat verhuizen. Dat betekent dat ik per 1 mei op een nieuwe vestiging zit. En 6 mei is daar de opening van. Dus wil je daarbij zijn, kom vooral langs. Het adres en de gegevens kan je vinden op www.mediumdaphne.nl of op mijn Facebookpagina. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.